Welkom mensen bij mijn YouTube kanaal CW Vlogs. Abonneer op dit kanaal, like deze video en doe een duimpje omhoog. Hier komt de opplooi video. Het eerste wat je doet is, zoals gisteren, zoals ik het al gezegd heb, maar dan de riem eruit halen. Dat is heel belangrijk, die riem mag nooit minder was. Deze broek ga ik vandaag nog aandoen. Want ik heb die morgen nog aan doen en dan gaat hij de was in. Ja, dan duurt dat één dagje even dat hij terug is en dan kan hij het terug aan doen. En dan hier is dan, dan komt het zonde, je maakt de broek netjes. Je maakt de broek netjes, dan pak je het t-shirt. Dat is eigenlijk hetzelfde als het hemd, maar dat is iets makkelijker. Alleen een t-shirt is iets moeilijker dan een hemd, vind ik. Maak het dan meer omdat dat rare vouwen zijn in die andere t-shirt, die hemden kunnen losdoen. Dus dan kunnen die makkelijker opplooien, vind ik. Dan plooi je die netjes op en vouw je die zo bijeen, zo bedoel ik. Voilà, dan pak je het hemd. Zoals ik het gisteren al gezegd heb, je doet de bovenste knoop vast. Dan heb ik morgen vroeg niet te veel werk voor de aan te doen. Dan heb je de hemd. Je ziet hoe ik het aan het doen ben. Dan leg je alles op één. Pak je de riem. En dan pak je een nieuw paar sokken. En dan maak je het pakketje dicht. En dan de oude sokken, die pakt op, doe het niet binnen, doe je terug, zodat ze niet meer binnen zijn buiten hangen. En die leg je dan, leg je dan hier, dat die straks mee kunnen. En voor morgen vroeg ga ik de schoenen ook terug klaarzetten, daar is ook een trucje voor. Het eerste wat je doet is de schoen pakken. Je doet dat, veter, dat ding naar beneden. Je pakt de twee veters en je trekt die terug te groeien, totdat die te groeien zit. Dan rol je die een beetje op en, dat doe je, en dan, dan is deze nog klaar. Bij deze is het dus hetzelfde. Je doet het ding naar beneden, voilà, dat is naar beneden. En dan rol je die terug op. Stikte die in het gat waar je voet in moet. En dan heb je twee paar schoenen opgepakt. En dan zetten die hier neer. En dan pakte de kleren. En dan zeg ik zoals gisteren. Dan leg je uw kleren hier. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.